Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij staan weer op een goede locatie. Beetje open stuk, zodat we goed kunnen stoken. Nog steeds zijn we in het buitenland om even af te steken. Doe alvast even een like omhoog, jongens, voor het algoritme. Daardoor komen onze video's vaker omhoog en dan supporten jullie ons echt maximaal. We gaan hier even stoken met de volgende producten. Namelijk, die jullie in de vorige video ook al hebben gezien. Dat is een Saludraketen van... Van wie eigenlijk? Funke. Van wie? Een soort van nieuwe Thunder Kings. Ik heb ze nog niet op internet gezien. Het zijn er 10. Argento Thunderbolts. Ook weer van de Funke Store. Dan hebben we deze gouden jonge kerels. Hoe heet deze? Blitzrums. Nou, P1. Altijd leuk om even te testen. Volgende, dat zijn onze favorieten natuurlijk. De Funke nummer 4. Trueno nummer 4 natuurlijk. Hebben we er 10 van meegenomen, dat zijn echt de hardste. En Scream 3S. Die zijn ook heel hard. Geel en dan een goede knol. Verder wat we ook nog hebben voor jullie is een actie nog steeds van MyPlasma. 20% korting, jongens. Kortingscode PYROTEAM DELFT. De zwarte hebben we hier. Aanrader, want die gaan echt snel doorheen. Om te beginnen, Saludraketen. Gaat goed de lucht in. Hoop ik. Die ging niet goed de lucht in, man. Hard, man. Lego, volgende. Ik dacht dat deze gewoon zicht. Twee tegelijk, joh. Moet niet die één. Ja, echt, hè. Zieke knallen zijn dat. Kijk, deze ben ik heel benieuwd naar. Ja, even sessie, man. Die gouden. Wel goeie, toch? Ja, dit zijn echt de beste. Het zijn geen grappies. Stooksessie. Scream 3S. Gaat ook lekker hard deze. Ja? Oh, what the fuck? Voor mij gilde die andere niet. Nee, die schoot weg, goos. Goeie knallen, man. Deze nitraten zijn beter dan die... JCWT. Allemaal gek. Wat een knallen zijn dat, man. Bizar, hè? Wat hebben we nog meer? Oh, die gouden. Oh. Ligt het nou aan mij of zijn die muggen ineens weg? Ik denk door de knallen, door de rook. Ze houden volgens mij niet van rook.
Houdt gewoon een stuk gips gek. Ja, dat gebeurt wel bij deze. Chokkie. Hoppa, even wegwezen voordat hij wegschiet. Zo, paars. Zag je dat? Ja. Zo. Teken precies tegen die boom aan. Hoop ik niet, hè. Oh. Oh, ik dacht dat hij bleef hangen, hè. Zijn niet allemaal. Nee, zeker niet. Oh, je hebt die ook nog wel. Ja, steek maar gewoon zo. Hoppa. Wegwezen. Oh, de lontje is eruit, gek. En was er nog wat over? Twee stuks. Wegwezen, wegwezen. Hij beeld. Ja, tegen die boom, hè. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. Wij zijn op dit moment weer op de hotelkamer. Dus dat houdt in dat er nog meer polenvideo's aan zitten te komen. Was wel een goede stooksessie, hè? Het was goed geslaagd, zou ik zeggen. Alleen waren er heel veel muggen, dus dat was wat minder. Maar ik had het idee dat op het moment dat we gingen stoken, dat die muggen weggingen. Ik weet niet waarom, maar goed. Muggen zijn gewoon irritant, want de hele tijd gezoem bij je oren en zo. Maar goed, we zijn dus hier in Polen heel erg op zoek geweest naar het nieuwe vuurwerk hier in Polen. Je hebt wel een nieuw vuurwerk, maar er wordt ons ook verteld dat er een nieuwe regel is ingegaan in Polen of zo. Ik ben wel heel erg overbelicht nu. Dat er een nieuwe regel ingegaan is in Polen dat het vuurwerk, knalvuurwerk, niet meer dan 120 decibel mag zijn. Waardoor het echte nieuwe vuurwerk juist minder is. Dus we kregen de tip om juist naar oudere producten te zoeken dit keer. Want dan knalt het gewoon veel harder. Maar goed, dat weten we dus pas voor de volgende keer. Misschien gaan we nog wel een keer. Bedankt in ieder geval voor het kijken, jongens. Vergeet die like niet omhoog te doen. Daarmee support je ons zeker. En vergeet niet te abonneren. En volgende week gewoon weer een nieuwe video.